Wil je vaardingen komen? Twee afgezonken tunneldelen, heel veel bouwwerkzaamheden en honderden meters asfalt verder. En nu kunnen de tussenschotten tussen de twee tunneldelen van de Maas-Delta-tunnel eruit. Waardoor er officieel een tunnel van noord naar zuid komt. Wat ik bijzonder vind, dat is dat we hier deze deuren openen. Dat zijn kleine deuren, maar daarmee wordt eigenlijk iets heel bijzonders gedaan. Iets voor Vlaardingen historisch. Dat is dat je onder de Maas door zo in het Rotterdamse zuidelijke gebied van de Maas terechtkomt. Rijkswaterstaat en Baak vieren dat de zogenaamde sluitvoeg af is. Ja, wij staan nu in tunnelement Noord. Hè. Dat hebben we 6 november succesvol afgezonken. En dan was er nog een kleine ruimte tussen toerit Noord en tunnelement Noord die we moesten overbruggen. Dat was een ruimte van ongeveer 2 meter breedte. En daar hebben we een kist rondgebouwd, onder water, leeggetrokken. En daar hebben we eigenlijk een tunneldeeltje ingebouwd met onze mensen. Nu gaat alles al zeer voorspoedig en we zitten nog altijd op dezelfde planning die we opgesteld hadden in november. Eerst moesten we het tunnelelement afzinken. Sindsdien hebben we een planning opgesteld en die klopt nog tot op de dag. Dus deze zomer is ons werk gedaan. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er met de aanleg van de twee langste tunneldelen van Nederland iets bijzonders is gemaakt. Dat vind ik toch een hoogstandje. Minstens zo ingewikkeld is dat je werkt in een heel druk gebied. Hè. Je wilt, nou, bijvoorbeeld toen die tunneldelen afgezonken moesten worden, iedere dag dat de nieuwe waterweg dicht ligt, is natuurlijk ook weer verlies voor voor alle havenbedrijven. Nou, als dat allemaal bij elkaar komt, ja, dat zijn echt wel technische hoogstandjes, waar ik ook heel trots op ben dat we dat doen in Nederland. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag, bestaande uit wethouders van onder andere de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, willen dat lijnbussen worden vrijgesteld van de tol die in de tunnel wordt geheven. Dat gaat om €8,70 per keer voor zo'n lijnbus. De minister vindt het een vervelende situatie, maar zegt dat er niets aan te doen is. Uiteindelijk konden we deze verbinding alleen maar financieren door ook tol te heffen. Zowel op personenauto's, vrachtauto's en alle andere voertuigen. In de wet is vastgelegd dat er alleen maar ontheffingen zijn voor hulpdiensten. Hè, dus brandweer, ambulance en politie. En ieder ander betaalt. Het is de MRDH die het geld heeft voor de aanbesteding van openbaar vervoersalgemeenheid. En alle regio's hebben vanaf dit jaar extra geld gekregen om tariefstijgingen te voorkomen en het openbaar vervoer te verbeteren. Het is aan hen hoe ze met dat geld omgaan en waar ze dat denken het best in te kunnen zetten. Dus ze kunnen zich denk ik de brief besparen.